Welkom allemaal bij een nieuwe video van Miranda Creates with Paper. Deze maakt onderdeel uit van een videohop van de Dream Girls, het nieuwe team waarbij ik hoor. Deze keer zat er een opdracht aan vast. Gebruik iets uit de Celebration en uit de voorjaarscatalogus. Nou, voor een beetje oplettende kijker en die ook de Facebook hop heeft gezien, ga ik hetzelfde kaartje zo meteen maken, alleen in andere kleurtjes. Ik heb het papier gebruikt uit de Celebration. Dat is, even spieken, de Dainty Flowers. En uit de voorjaarscatalogus komt de Love Cats stempel. Verder heb ik een embossingfolder gebruikt en stansen. En die komen uit de lopende catalogus. Ik ga dit even aan de kant leggen. Hier zie je een heel mooi vel DSP. Sorry. Die zat me dwars. Ik ben er niet vanaf. Hier zie je echt hele mooie rondjes in de bloemen. En twee hele mooie takken. Achterkant is ook super mooi. Er zit echt heel leuk papier in. Ook heb ik nog even wat restjes gebruikt om wat bloemetjes uit te knippen om hem te versieren zo. Het is echt super leuk DSP. Dus ook met die rondjes kan je leuke dingen doen. Dus ik heb nu zo'n takje gebruikt. Die heb ik uitgeknipt. Ik zal even laten zien wat we allemaal nodig hebben vandaag. We hebben nodig. Nou, ik ga eerst laten zien trouwens wat we gaan maken. Voor degenen die de hop niet hebben gezien. Dat is deze leuke kaart. Het is een easel card. Ik wil zeggen dat ik hem neer kan zetten. Op deze manier. Het is natuurlijk heel lastig zien van bovenaf. Ik zal hem eventjes draaien. Dan wordt hij zo. En dan kan hij leuk staan. Nou, wat heb ik allemaal gebruikt? Ik heb een onderste mat gebruikt. Een spiekbriefje met de maten. Die is 10,5 bij 14,5. Dus gewoon een kaartformaat. Dan heb ik nog een matje gebruikt. Op het ezelgedeelte. En die is 9,5 bij 13,5. Dan het flapgedeelte, dat is deze, dat is het kaartgedeelte, hoe je het noemen wil. Die is 10 bij 28 en die heb ik gerild op de lange kant op 7 en op 14. Ja. Die ga ik zo even goed vouwen nog. Dan heb ik nog een stukje van 9 bij 13 en daar heb ik de leuke embossingfolder bij gebruikt, de Time Worn Type. Dan zie je net even een leuk structuurtje erin. Ik ben gek op deze embossingfolder. Je kan er alle kanten mee op. Verder heb ik nog een restje wit met de tekst. Een strookje van 3,5 bij 9,5 in het Rich Wrestleberry. Dat is de kleur die ik vandaag heb gebruikt. Daar kunnen we deze zo meteen opplakken. En dan kunnen we hem als standaardje gebruiken, zodat de kaart niet wegglijdt. Nou, verder heb ik de bloemenstrook die op dat DSP zat. Deze, die heb ik al even geknipt. Het is wel even een tijdrovend klusje, maar wel heel leuk. En dan nog even een los bloemetje om straks te versieren. En de katjes, die heb ik ook gestempeld. En dit heb ik gedaan met mijn Stemperatus. Waarom met mijn Stemperatus? Ik had eerst heel fanatiek en zonder mijn Stemperatus gedaan. Toen dacht ik, ik zal even naast leggen die andere. Ik vind hem niet zo mooi, want hij kan nog wel wat zwarter. En als je dus je Stemperatus gebruikt, je stempelhulp, kun je hem nog een keer weer inkten en op dezelfde plek makkelijk nog een keer zwarter stempelen.
Dus vandaar, ik heb de katten met de stemparatus gestempeld. Ook de tekst. Alles in één keer. Net zo makkelijk. Dus voor mij is het nu eigenlijk alleen nog een kwestie van alles in elkaar zetten. Ik ga deze even aanzetten met mijn vouwbeen. Zodat hij mooi scherp gevouwen is. Deze vouwen we ook die kant op. Zo. En deze kunnen we op de basis gaan plakken. Ik zie dat hij niet helemaal recht is. Dus ik ga nog even mijn hakketje erbij pakken. Zodat we wel een recht kaartje krijgen. Dat is het voordeel als je zo'n handig hakkertje hebt. Dan kun je net even het randje wat je niet mooi vindt even eraf halen. Zodat hij wel super recht is. Kortje weer aan de kant. Dus deze kan hierop. Dat doe ik gewoon met vloeibare lijn met de Tombow. Zie niet. Ja, er zat een klein propje in. En was een beetje verstopt. Gelukkig hoefde ik niet iets kleins op te plakken. Zodat ik even wat harder kon knijpen. Deze kan gewoon hierop. Dan kan het stukje dat je hebt geëmbost, die kan op het andere matje. Ook dat doe ik gewoon met vloeibare lijn. Ik ben vandaag een vloeibare lijnmeisje, denk ik. Want het enige waar ik mijn dimensionals voor gebruik, is het stukje in de kaart. Zodat je je kaart erachter kan zetten, het tegenhoudertje. Zo. Nou, en dan is het eigenlijk alleen een kwestie van alles opplakken. Ik ga al wel de kat die zo lekker hangt, zo lekker lui is, vast eerst even door de bloemen heen. Dan weet ik waar ik hem wil hebben. Zo. En dan ga ik hem even aan de bloemetjes hier vast vastzetten. Dus hierachter alvast even een druppeltje lijm. Zodat ik die, als die blijft zitten op de plek waar ik hem wil hebben. Nou, en dan is het een kwestie van lijm op je bloem en op je kat doen. Ik smeer nooit eigenlijk alle steeltjes in. Ik vind het altijd... Priegel. En als de wind waait, bewegen de bloemen ook, denk ik altijd. Dus deze ook. ik probeer hem. Een beetje te verdelen, zodat hij onderaan een beetje uitsteekt. Maar dat kunnen we zo wegknippen. Hoop ik dat ik daar, ja, dat ik wel lijm gedaan. Dat halen we even weg. Zo. Anders plak ik die straks overal aan vast. Net als mijn vingers nu weer onder de lijm. Top. Zo. En dit stukje pak ik even mijn schaar en knip ik af. Zo. Dan kunnen we de andere kat even plaatsen. Nou, deze die komt leuk hier. Onderaan ook die gewoon met mijn Tombow. En dan alleen nog de lekker lui liggende kat. Voordat ik die opplak, ga ik eerst even kijken. Hoeveel lijm ik ongeveer. Dus echt alleen een klein randje onderaan.
pootje. En een klein beetje staart. En die gaan we op de rand plakken. Zo. Nou, die is lekker lui. Dan ga ik de tekst op het strookje plakken. Dit doe ik ook met Tombow. Omdat ik deze al met dimensionals op ga plakken, doe ik deze met Tombow. Anders wordt de kaart heel dik. Dat vind ik een beetje zonde. Een beetje in het midden. Zo. Dan moet hij op 7,5. Dus ik vouw hem even dicht. Ik pak heel even mijn potlood erbij en zet een heel klein streepje, zodat ik weet dat daar moet hij komen. Dan ga ik deze voorzien van dimensionals. We gaan de achterkantjes eraf halen. Zo. En deze kunnen we opplakken. Dus tegen het streepje of net overheen. Dan zit hij mooi in het midden als je hem straks neer gaat zetten. Dan kan je hem zo er tegenaan zetten. Dan kunnen we deze opplakken. Deze gaat op het flapje. Ga hem niet helemaal vastplakken, want dan kan je hem niet meer rechtop zetten. Dus echt alleen de onderste helft. Wat ik doe, ik kijk altijd even een lijn op uit. Dan pak ik hem gewoon met mijn duim vast. En dan weet ik dat ik vanaf daar dit stukje even voorzien kan van een beetje lijm. Zo smeer je er niet bovenuit. En heb je niet op de verkeerde plekken lijm zitten. Ik kan hem wel even zo neerleggen om uit te lijnen natuurlijk voor jezelf. Aanduwen en voilà. Dat is die. Dan heb ik nog dat leuke bloemetje over. En die plakken leuk in de hoek. Omdat ik het anders een beetje kaal hier vind. Dacht ik, weet je, daar kan nog een leuk bloemetje. Dat was ook even knippen. Soms is knippen ook lekker relaxed. En dit was alweer het kaartje dat ik heb gemaakt voor de Facebookgroep. In twee verschillende kleurtjes. Dus zie je twee verschillende kaartjes. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet niet door te roepen naar mijn andere collega. Die heeft ook vast hele leuke inspiratie voor jullie gemaakt. Het linkje naar haar staat in de beschrijving. En dan wens ik jullie een fijne dag verder. Tot ziens! Doeg!